vierde gebod verdeelt Zeeuwse SGP'ers. Stond er een tijdje geleden te lezen op Omroep Zeeland. Met name op Walcheren, waar wij woonden, gaf dat veel onrust. SGP-CU-fractie in Veren stond voor een heel lastig dilemma. Stem je tegen zondagsopenstelling, waarbij de kans groot was dat in alle dorpen in de gemeente Veren de winkels allemaal open zouden gaan? Of ga je akkoord met een compromis waarbij in de dorpen langs de kust de winkels op zondag wel open mogen, maar de andere dorpen meer binnenlands dicht konden blijven? Ja, SGP-CU stemde voor die laatste optie in de hoop zo nog iets van de zondagsrust vast te kunnen houden. Maar het gaf veel onrust op Walcheren en de keus van de fractie werd ook niet door iedereen begrepen. Ik noem dit voorbeeld hier zomaar, gemeente, even uit het nieuws om te laten zien hoe lastig het is om de rustdag, de dag van de Heere, te handhaven in een land dat daar steeds minder behoefte aan heeft. In een land waarin dat steeds minder begrepen wordt en steeds minder gewaardeerd wordt. Want als jij als winkeleigenaar je winkel wil openen, dan moet dat toch gewoon kunnen. En als jij op zondag wil boodschappen doen of lekker wil shoppen, wie mag je daar dan in belemmeren? En inmiddels zitten we dus in een situatie waarin er nog maar 17 jaar geleden vrijwel alle winkels op zondag dicht zaten. Het inmiddels zo is dat in ruim 90% van de Nederlandse gemeentes er één of meerdere keren per maand een koopzondag is. Wat is de wereld hard veranderd? En dat zien we in Barneveld misschien nog niet zo, maar wel als je daar buiten komt. En wat is dat trouwens ook gauw gegaan, hè? Als je 50 jaar geleden in Nederland rondreed op zondag, dan zag je bijna overal gesloten winkels, gesloten zwembaden. En dat is vandaag natuurlijk een heel ander verhaal. Ik preek wel eens in Rotterdam. En als ik dan naar de kerk rijd, dan moet ik me door drukke winkelstraten wringen. Waarbij je eigenlijk helemaal geen verschil meer ziet tussen de zondag en de maandag. Behalve dan misschien die paar verdwaalde kerkgangers die tussen dat winkelende publiek lopen. Nederland, gemeente, is in razend tempo geseculariseerd. En dat zie je nergens zo goed dan op zondag. En trouwens, daar hoef je niet eens voor naar Rotterdam, hè. Dat zien we in Amersfoort ook al. In Amersfoort zijn alle zondagen de winkels open. En in zo'n wereldgemeente klinken die woorden van vanmiddag: denk de Sabbatdag dat gij die heiligt, wel heel ver weg, hè?